20 maart, dan mag u naar de stembus. En wat ons betreft moet u naar de stembus. Want als u niet gaat stemmen, laat u enorme kansen voorbij gaan op een eerlijke en sociale Gelderland. Een Gelderland waar je goed kunt wonen in een fatsoenlijk huis. En een Gelderland waar je prima met openbaar vervoer alle kanten op kunt. En waar de klimaatlasten eerlijker verdeeld worden. Dus stem 20 maart SP, uw stem voor Gelderland. Provinciale Staten, dat is het bestuur van de provincie Gelderland. Dus eigenlijk de gemeenteraad van de provincie. Ik ben volksvertegenwoordiger, dus ik vertegenwoordig een deel van de kiezers, van de stemmers op de SP. Ik ben ook altijd aan het nadenken van oké, wat vinden we en hoe zullen onze kiezers daarover denken. De provincie is wat minder bekend, maar ik ben er wel achter gekomen dat we hier wel over hele essentiële dingen praten en besluiten nemen. Dan probeer je elkaar te overtuigen van wij zijn voor of wij zijn tegen hier en hier en hierom. Je hebt fractievergaderingen. Ook 2 keer per maand en dan bereiden we de vergadering voor. Wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat mensen die het meestal wat minder voor het zeggen hebben. Ja, dat zijn de mensen die niet de managers zijn, die niet in de samenleving de dure en de goed betaalde banen hebben. Dat die een stem hebben in Gelderland. Wat wij heel graag zouden zien is dat het openbaar vervoer in Gelderland in de daluren gratis wordt. En dat vinden wij heel belangrijk, omdat we erachter zijn gekomen dat wij daar met z'n allen al voor betalen. Er gaat jaarlijks 130 miljoen subsidie naar de busmaatschappijen. Dat gebruiken zij om in de daluren, dus wanneer het heel rustig is in de bussen, om dan die chauffeur en de bus en de diesel te betalen. En wij zeggen, als je er al voor betaalt als burger via de belastingen, waarom moet je dan nog een kaartje kopen? Ik weet dat heel veel mensen nu thuis zitten met de angst van, oh jee, ik moet enorme kosten gaan maken. Om ze dadelijk mijn huis aan te passen, of de huur gaat omhoog, of de gasprijs, of... Als ik wel een auto heb, die benzineprijs gaat me omhoog. Wat wij heel belangrijk vinden is dat de rekening bij die vervuilers neergelegd worden. En dat is niet de gewone inwoner van Nederland. Dat is niet iemand met een huisje. Dat zijn de Shells en de Tata Steels en de energiemaatschappijen. Dus klimaat is heel belangrijk, maar leg de rekening bij degene die vervuilt, niet bij de gewone burger.